zo. De loop is dat gebeurd. De reden is omdat wij de overlast hier gewoon zat zijn. Winkeldiefstal, mensen worden bedreigd, mensen worden geïntimideerd, ze breken in auto's, ze breken in huizen. We zijn de overlast zat. En het is een bende, we slapen 700 mensen 's nachts hier buiten op het terrein. En wij zeggen in Trapel van echte vluchtelingen, die zijn welkom. Mensen uit Oekraïne, die echt vluchten voor de islamterreur. Maar dit zijn bijna allemaal Noord-Afrikaanse jongens. En die hebben allemaal overlast hier. Die geven allemaal overlast hier. En wij zijn helemaal zat. Where are you from? I'm from Syria. Syria? Yeah. Yeah, I slept 3 days and it was so cold. Last night it was windy, so there was a strong wind and we couldn't sleep after 3 a.m. We don't feel safe because we are outside of the center. We didn't enter and it's we don't have the permission to enter inside. We have no information about our future. Yeah.